Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En ik heb weer een nieuwe weekvlog. Het is inmiddels wel al dinsdag. Gisteren ben ik namelijk naar mijn broer geweest, helemaal in Enschede. En ik heb mijn vlogcamera vergeten. Super dom. Hij heeft een kindje, dus daar ben ik op zoek gegaan. En hij woont super ver weg en ik zie hem bijna nooit. Dus ja, dan was het ook wel leuk gewoon een keer gewoon goed tijd met elkaar te hebben. Voordat de weekvlog begint, vergeet zeker niet om mij te abonneren en de notificatiebel aan te zetten. Maak hier een screenshot van en stuur naar mij op DM. En misschien ga ik je terugvolgen. Verder, als je zin hebt in de weekvlog, duimpje omhoog. En heb je een vraag of whatever, stuur me een DM of laat hier beneden achter in de reacties. Ik heb nu geen make-up op. Ik heb alleen een beetje mascara en mijn wenkbrauwen gedaan. Ik ga vandaag lekker de hele dag varen. Ik ga nu eerst met Isabel naar de groothandel voor haar webshop. Moet ze nog wat dingetjes halen, dus dat is wel gezellig. Maar ik heb nu deze bandeau top aan. Deze broek, boyfriend jeans van H&M. Deze is van ASOS. En deze superleuke laarsjes van de Concat Fashion. Ik ga even een koffietje zetten. En dan komt Isabel er alweer aan. Dus stress. En ik ben zo moe, want ik heb gewoon geen slaap afgelopen dagen en ik word helemaal gek. Oké, ik zit nu met Isabel in de auto. Hij doet het zeg maar niet. En dan hier de ja, oh my god, dit is echt heel heftig voor mij, want hier heb ik altijd mijn tentamens. Ja, nu gaan we naar de groothandel. Nou, we gaan naar de groothandel voor Isabel de webshop Labella natuurlijk. En dan gaan we allemaal dingetjes halen, hè moppie? Ja. Nou, we zijn in de groothandel. Isabel had weer geen pas. Dus nee, ik had weer geen pas. Ik had geen uittreksel. Dus het was wel doel, maar. Oh, het is zo mooi die wimpers. Ja, echt. Isabel heeft alleen een wond op de kin. Ja, weet je, het komt zaterdag in bekrabben. Ja, nou, en we zijn, nou, we gaan nu. Het was zaterdag. Oké, maar we gaan. Dan ga ik dat nooit op de nee, maar hij zei. Nou ja, ik denk ook niet dat hij wil dat ik het erin doe, maar nee. Ik ga het er lekker wel in doen. Maar ja, we gaan dus nu even. Ja, doe dat. We gaan. Oh. We gaan nu even de spulletjes halen. Lekker bezig. Oké, we zijn nu even bij Isabel. Dus even alle bestellingen aan het doen. Yes. En een lekker broodje aan het maken met tonijnsalade. Voor de derde keer, mijn derde broodje. Want ik heb zoveel vreet aanvallen. Dat is echt niet gezond. En dan gaan we zo lekker varen. Oh, ik heb er zo gaan we weer hoor. Zo lekker weer, zeg maar. Nou, ik ga weer een broodje doen. We zijn nu bij iemand thuis. We lekker net gegeten en helemaal varen. Daan! Nee, dat mag je niet. Hoezo niet? In dit huis wordt niet. Hier wordt niet gegooid. Ja, echt zeker wel. Jullie zijn toch zo gezellig? Ik wil Olaf maken. Doeg! Ik ga helemaal leuk hè? Het is vandaag woensdag. Gisteren was zo leuk. Echt, het varen was zo gezellig. En daarna hebben we nog bij iemand gezeten. En toen ging we lekker in de jacuzzi. En ik heb echt veel gezopen. Dat is echt niet normaal. Ik werd echt met de kater wakker. En ik had om 8:30 les. Dus dat is echt een grap. Maar het was echt mega leuk. Het is ondertussen 1:15. Ik heb online lessen gehad. Ik heb de hele tijd in mijn bed gevolgd. En ik heb me even gedoucht en omgekleed. En ik ga nu even wat eten maken en koffie zetten. En even mijn lens in doen. Volgens mij ben ik trouwens gisteren ook wel weer wat lekkerder bruin geworden. Dus dat is top. Ik moet trouwens nu ook nog steeds wel van school zitten. Want ik moet echt nog heel veel afmaken. En ik heb vrijdag een deadline.
Volgende week is mijn laatste lesweek. Of volgens mij was dit zelfs mijn laatste lesweek. Dit is mijn laatste lesweek. En dan heb ik alleen maar deadlines. En dan ben ik klaar met school. Woehoehoe. Wat een topleven. Oh, mijn koffie is klaar. Yes. Oh, doe me nog even een keertje aan. Oh my god, nee. Dit kan echt alleen zelf moet gebeuren. Love it. Het is inmiddels 2 uur. Ik heb niet meer in school gezeten. Ik ga mijn moeder nu naar Alfa. Even naar de stad. Gaan we even een koffietje doen en een cadeautje kopen. Je ziet wel echt dat mijn haar lichter is volgens mij. Wel leuk. Echt leuk. Echt heel blij mee. En ik ga stuk dat net staat, de weekvlog staat weer online, dat is natuurlijk woensdag. En iemand commentte van, oh my god, je eet zoveel. Maar ik schrok ook echt toen ik aan het editen was hoeveel ik eet. Ik wil er echt make-up om, want ik kan helemaal niet. Dat is echt heel erg. Ik moet gewoon kotsen van mezelf dat ik zoveel eet. Mijn gevoel zie ik er gewoon niet uit. Ik zie er gewoon echt niet uit. Ik heb even deze jas aan. Simpelste outfit ever. Ik ben gewoon een beetje moe ofzo. En ik heb gewoon mijn tas as always. Ik ben echt getrouwd met deze tas tegenwoordig. Maar ik ga dus naar Alphen met mijn moeder. Gaan we nog? Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag alweer. Het is echt niet normaal hoe erg deze week voorbij is gevlogen. Het is 11:30. Ik heb gisteren, volgens mij heb ik gisteren bijna niet meer gevlogd. Ik ben met mijn moeder naar Alphen gegaan. Zijn we daar wat spulletjes gaan kopen. Ik heb cadeautjes gekocht voor mijn neefje. Verder niet echt iets gekocht. Toen wel gekeken, maar ik kon gewoon echt niks leuks vinden. Toen zijn we gewoon eindelijk weer op het terrasje lekker gaan borrelen. En daarna ben ik naar huis gegaan. Was ik super moe. Volgens mij zijn we zelfs nog een uurtje geslapen. Toen heb ik uiteindelijk iets bij afgeholpen met werk. Dus dat heb ik ook nog erg gefilmd. Maar ik heb een heel erg leuk pakketje namelijk. Ik denk dat de meeste van jullie wel de YouTuber Things Julia Loves kennen. En zij heeft dus een heel leuk kleding. Een hele leuke Instagram. En een hele leuke website waar ze kleding verkoopt. En het is byjulsfashion.nl. En van haar heb ik dus echt 2 hele leuke dingen. En ik heb van haar wat uit mogen zoeken. En heb ik wat opgestuurd gekregen. Dus super leuk. En als jullie daar ook wat willen bestellen, doe dat dan met mijn kortingscode Sara. En als je deze kortingscode invult op haar website, krijg je dus 10% korting. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Ik zal het sowieso even checken, want ze heeft echt hele leuke dingen. Maar ik ga het even openmaken. Oh my god. Hier zit er allemaal confetti in. Oh, zo leuk. Jongens, er zit allemaal confetti in. Hoe leuk. Super leuk, lief kaartje erbij. Echt heel leuk. Eerst heb ik echt een hele, hele leuke jeans. En ik hoop echt dat ik hem pas. Ik heb hem in maat 38. Maar ik heb echt altijd gezeikt met mijn heupen dat het er niet in past. Dus ik hoop echt dat ik hem pas. Want hij is echt mega leuk. Oké, dit is dus de broek. Hij heeft allemaal gaten. Ja, jongens, ik heb alleen een trui aan. Dus haha. Maar, ja, echt love it. Ik ga hem echt meteen even aandoen. Nou jongens, feestje! Want ik pas de broek dus. Dat even goed laten zien. Dit is de broek. Ik heb dus nu een trui aan. Maar nou ja, hij zit echt perfect gewoon. Ik kan zelfs misschien nog wel een riem omhaan. Maar heel erg leuk. En die gaten zijn echt kapot leuk. Kijk hoe een leuke jeans. Echt heel erg leuk. En ik heb hierbij, voor hierop, dus een heel erg leuk shirt. Ik denk gewoon vandaag aanhouden meteen. Leuk shirt. En oh, confetti, oh my god. Gewoon basic leuk shirt. En heb ik in ook nog hele leuke oorbelletjes gekregen. Dus die ga ik ook meteen in doen. Het shirt trouwens in de maat SM. Dat is gewoon 1 maat, zeg maar. En deze, oh wat leuk, van die grote coins. In het goud.
Oh, en dit is dus stainless steel. En dan betekent dus dat je daarmee in het water kan. Dus je zou er in principe mee kunnen douchen. Maar ik denk dat ik dat niet ga doen, want ja, het is toch gewoon altijd beter om ze gewoon mooi te houden. Oh, kijk hoe leuk allemaal weer. Ik ga even het shirt aandoen. Oké, ik heb het shirt aan. Superleuk. Ik zal het even laten zien. Kijk hoe leuk dit is samen. En ik vind het gewoon leuk om bijvoorbeeld met leuke kettingen te combineren. En wat ik dus ook zag, is ik had dit jasje van de Conquest Fashion. Maar deze heeft Julia dus ook op haar webshop. Dit jasje. En ik vind het heel leuk om ja, zo'n outfit gewoon met zo'n jasje te combineren bijvoorbeeld. Ja, echt heel erg leuk. Super, super blij mee. Thanks! Oh, en ik zal even de website in de beschrijving zetten. En mijn kortingscode, dat je dit allemaal even terug kunt vinden. Nou jongens, hang de vlag maar uit. Ik heb vandaag gewoon aan school gezeten. Het is echt niet normaal. Ik heb volgens mij sinds eerst, voor het eerst sinds een maand of zo aan school gezeten. Het is echt niet normaal. Maar ik moet nu werken in ieder geval. Echt kut, want ik zat echt net goed in de school vibes. Even mijn tas. Yes. Flesje drinken doen. Zo. En dan word ik opgehaald door Isabel. Want het is echt kloot weer. Ik heb me ook even ander omgekleed. Want ik had eerst natuurlijk broek aan met gaten. Maar dat is gewoon kut in de regen. Dus ik heb nu dit shirt, dezelfde shirt aan. Deze jas van de Most Wanted. Broek van H&M. En met Dr. Martens. Die had ik echt fucking nog niet aan gehad. Zo. So, yep. Ik denk trouwens dat deze jas wel een beetje koud is. Misschien moet ik zelfs nog een jas aan. Nou, ik ben alweer klaar met werk. Ik ben mijn zus. Hi. Ik zie er niet uit. Ik ook niet. Hé, jullie gaan aan. Echt? Ja. Nou. Zo. Nou. Maar ik ga lekker eten. Oh ja, dat is Sanja. Ik weet het niet. Waarschijnlijk ook wel pasta of zo. Lekker man. Gaan we vanavond nog wat doen? Nee, ik moet naar school. Jij moet ook die bestellingen doen. Oh ja. Ja, maar Bo kan me helpen. Misschien dat ik daarna klaar ben. Nee, ja, ik heb er net weer heel veel bij gekregen nog. Ja, maar ik moet echt naar school. Ja. Ik heb nog een deadline. Ik moet nog zo'n pauwpoel doen. Echt? Ja. Dus morgen ook en daarna. Daarna, geen idee. Nou, allemaal, het is alweer vrijdag. Sorry, deze week vlog ik echt kut. Maar dat komt omdat ik het zo mega druk heb met school. Ik maak morgen een deadline. Ik denk dat ik hem wel ga halen. Het komt wel goed. Maar ik heb nu ook weer les. Laatste les in mijn leven. Een bedrijf bent, een commercieel bedrijf, maar ook. Laatste les van dit jaar. Joe! En ik heb even koffie. Het is 1 uur. Ik heb de hele ochtend al aan school gezeten. Dus niet denken van wat? Het is 1 uur, ze begint nu met de dag. De hele dag ochtend aan school gezeten, lekker mijn bed. En ik ben nu lekker een broodje aan het bakken. Het is bijna klaar. En ik heb zelf tonijnsalade gemaakt. Ik heb gewoon een blikje tonijn, wat mayo, yoghurt, bosui, tomaat, peper en zout en tabasco. Nee, het is toch niet opeens klaar nu, dat is echt. Nou, ik denk dat het eigenlijk wel klaar is, by the way. Het is inmiddels 9:15. Nu zie je er niet uit. Ik ben terug van werk. Ik heb een salade. Ik heb salade met honing mustard saus en lekker gebakken aardappeltjes. Ik heb super honger, want ik heb vandaag 1 broodje op. Slaat nergens op. En ik ga snel een serietje kijken en dan aan school verder met mijn deadline. Hoeveel je hebt met Sarah. Ja, kijk je kopje om. Niemand wil dat de vlog. Echt nee, stom. Echt stom. Toen ik jou belde, toen deed je dat. Toen deed je mijn naam zo aan. Oh ja, plek bel. Toen was ik echt dronken, hè? No. Ja. Leuk, zeg dat. Wat? Ja, broer ook. En dan weer in mijn Insta verhaal zeggen van. Ja, ik zie niet uit. Als dit erin komt, Sarah, ik maak je helemaal dood. Het is vandaag zaterdag. En rijden. Ja. En nou, we zijn onderweg naar werk, maar nu naar ander werk. Want ja. Isabel en ik. Isabel werkte bij de theetuin. Dat is gewoon een soort. Ja. Koffie. Koffietentje, hoekje buiten, ergens hier in de buurt. En ze had
daar een aantal data, hadden ze nog een paar mensen nodig. Dus toen ga ik daar nu voor invallen. Dus vandaag werken we toevallig samen. Super leuk. Ja, super gezellig. Dus wel gaan we dus inwerken dus. Ja, maar het is niet... Op zich, het is toch wel oké weer. Maar ja. Ik ben benieuwd of... Maar ja, het is wel bijna buiten allemaal. Het is niet, dat je denkt van, ja. Oh, ik ga even lekker buiten zitten. En je moet reserveren, nee, daarom. Oh, moet je reserveren? Ja, ik moet ook reserveren als je ergens Denkt. Oh, maar ik ging pas in Alphen zitten en toen hebben we niet gereserveerd hoor. Niet? Bij de beren. Moeder, ja, dat moet eigenlijk wel. Ja, ze zeiden, we moesten wel een soort formulier invullen. En zeiden ze van, ja, heb je klachten of ben je bij iemand geweest en dit en dat. Dus wij, nee. En ze moest een soort formulier invullen en dan mocht er zitten. Ah, ja. Bij iemand geweest, ja. Ja. Iedereen zegt natuurlijk nee. Nee, maar iemand met corona geweest. Ja, ik ben elke dag bij coronapatiënten. Dus ja, bellen daarna aan. Nou, jongens. Ik ben echt keihard aan het janken net. Jongen, ik word echt helemaal gek in mijn kop. Ik was deze week vlog aan het editen. En ik was bijna klaar. En opeens stopte mijn SD-kaart ermee. Fucking gaar. En ik ben dus nu al mijn bestanden kwijt. Ik ben gewoon al mijn bestanden kwijt. Ik ben gewoon alles kwijt. Ik had nog allemaal bestanden voor mijn werk wat ik nodig heb. Ik ben gewoon alles fucking kwijt. En deze hele deze weekvlog heb ik al een beeld. Maar ik heb dus een deel ook niet nu. En ik heb ook niet de weekvlog van deze week. Want ik ben nu een week verder. En ik heb deze beelden dus nu ook allemaal niet. Ik vind echt... Echt gewoon, ik had allemaal zo'n leuke beeldmateriaal. Het is gewoon weg. Ik weet gewoon echt niet wat ik moet doen. En ik heb overal alles al geprobeerd. Maar het lukt gewoon niet om die beelden terug te krijgen. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Maar ja, dit was dus deze week vlog. Ik mis allemaal beelden. Dit was... Jongens, net een kroket gehaald. Echt erg. Maar wel lekker. Dus ik heb het net gegeten en ik ben nu Modern Family aan het kijken. Het is echt een geweldige serie. Ik zweer, ik hou echt van. Het is zo lekker wegkijken en gewoon lekker grappig. Maar ja, ik ben gewoon echt oprecht niks aan het doen. Ik had mezelf eigenlijk voorgenomen om vandaag aan school te gaan. Maar ja, ik kan gewoon niet aan school op een zondag. Dat werkt gewoon niet. Ik ben nu even in de schuur. De frituurpan opruimen. Ik weet dus echt niet of dit een weekvlog waardig is. Want ik weet dus echt niet wat ik nou allemaal wel niet heb gefilmd. Maar ik was gewoon heel druk dit weekend. Deze week. Dus ja, wat moet je dan filmen? Dat je alleen maar druk bezig bent en aan school zit. En het is ook gewoon niet zo mooi weer. Nee, trouwens, dinsdag was wel heel mooi weer. Nog toen heb ik nog gezwommen. Dat was echt geweldig. Zo. Het is echt koud gewoon. Bah. Nou, ik heb net gegeten. Ik had lekker truffelburgers gemaakt. Die van de McDonald's nagemaakt. Want die had een keer van die... Burgers met truffelmayonaise en rucola en zo. Fucking lekker. Dus heb ik al een paar keer nagemaakt. Heb vanavond ook gegeten. En ja, het is zondagavond. Ik ga niet echt meer wat doen of zo. Ik ga dan gewoon film kijken. En niet echt wat doen. Dus ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. Volgens mij was het echt een kut weekvlog. Volgens mij heb ik echt gewoon niks gedaan. Maar ik heb alleen maar in school gezeten. En dinsdag heb ik de hele dag gevaren. Verder was het echt kut weer. En ik had gewoon druk. Dus sorry. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauwe omhoog te geven. Op mij te abonneren en notificatiebel aan te zetten. Maak hier een screenshot van en stuur het naar mij op DM. En dan ga ik je misschien wel terugvolgen. En vergeet me ook niet te checken op Instagram. Sarah Verwoerd. En vergeet me ook niet te volgen. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei! Doei!